Goedemorgen en welkom bij Vlogmas 13! Hi, nou ik ben alweer een tijdje wakker. Gisteravond was denk ik wel een van de ergste avonden van mijn leven. Mijn laptop deed de laatste tijd al best wel kut. Dat had ik ook in vlogs gezegd, dus dat weten jullie waarschijnlijk al. Maar gisteravond liep hij eigenlijk na twee minuten vast. Daardoor kon ik geen video's editen, daardoor kon ik helemaal niks. Ik heb uiteindelijk een vlog nummer 11, heb ik dus uiteindelijk bewerkt met... vlog nummer 12. Dit is nummer 13. Vlog nummer 12 heb ik uiteindelijk geëdit met Windows Movie Maker. Zeg maar een van de slechtste basic programma's die er zijn. Maar ik had gewoon geen andere optie. Dus ik weet ook niet of de video van gisteren online is gekomen. Ik zit namelijk nu nog in de stress van kan ik überhaupt wel de zaterdag video editen. Want dat is echt veel meer werk dan een simpele vlog. Dus ik echt even te denken van oh haal ik dat nog. En anders moet het toch een week later verplaatst worden. Dan is er één keer geen video. Voor het eerst in 2 jaar. Dus dat is wel wauw. Maar ja, was een heel gedoe. Nu is mijn stiefvader zo lief om te helpen om mijn computer in ieder geval de belangrijkste bestanden over te zetten naar een harde schijf. En dan gaat hij dus mijn computer opschonen en alle programma's er opnieuw opzetten. Dat is natuurlijk een tijdrovend proces, dus ik weet niet. Daardoor weet ik niet of de zaterdag video lukt. Maar ja, tegen de tijd dat deze vlog online staat, dan zie je wel of de video van gisteren zeg maar wel of niet erop staat. Maar ja, ik ben dus heel erg benieuwd. En ik ben gisteravond tot 2 uur doorgegaan. Om dus alles toch nog te proberen, maar het lukte gewoon niet. En mijn laptop is echt gewoon... Hij loopt echt heel snel vast. Dus ik hoop echt dat mijn stiefvader het kan oplossen. Want het klinkt misschien een beetje zielig, maar mijn laptop is echt... Mijn leven, denk ik. Want ik gebruik hem elke dag. En zeker nu met Vlogmas, dat ik elke dag een video moet... een vlog moet uploaden, gebruik ik hem echt elke dag. Dus, ik zit nu naast mijn zusje. Hoi. En, ik gebruik dus nu wel mijn nieuwe camera die ik gisteren gekocht heb. Dus, gisteren gekocht heb. Ik vind hem echt heel erg tof. Het is een Canon PowerShot SX700 HS. En laat even in de reacties achter of jullie het merken. Of jullie het kwaliteitsverschil merken. Want ik vind deze echt heel erg tof. Hij heeft een grote lens erop. En ik ben er echt heel erg blij mee. Dus laat het even in de reacties achter. En dan ben ik heel benieuwd wat het vandaag gaat brengen. Hopelijk gaat mijn laptop het gewoon weer meteen doen. Maar ik ben heel benieuwd. En toen was het tijd om te eten. Dit is mijn ontbijt. Getoast brood met jam. Aardbeien jam, of course. Dat is mijn lievelings. En we zijn nu bezig, of Arthur is bezig met mijn laptop. Mijn laptop. En hij staat nu in een hele andere modus. Dus het beeld ziet er zeg maar heel erg groot uit of zo. Nee, je ziet het niet goed. Maar in ieder geval, ik ga nu lekker ontbijten. En dit is mijn hond. Want ik ging de vlog bewerken en ik zag dat jullie Sjoer echt amper konden zien. Sjoer, kijk eens. Nou, die heeft er niet heel veel interesse in. Maar ik ga nu eten en dan check ik jullie later. Doei! We gaan het nog een keer proberen. Ik ben nu proberen om Premiere Pro te laden. En ik hoop dat het lukt. Want dan kan er misschien nog een video online komen vandaag. De zaterdag video. Maar daar moet ik nog wel veel aan werken. Dus ik hoop dat het lukt. Ja. En nu gaan we zingen! Throw my head on the blade. You won't do this.
lang leven de piano boek. 'Steeds make-uploos. Ik denk dat het vandaag make-uploos pyjama dagje wordt. Soms heb ik daar echt behoefte aan. Zeker als ik bij mama ben of zo, dan kan ik gewoon lekker zonder make-up en lekker in mijn pyjama. En ja, als ik ergens naartoe ga, dan ga ik meestal mijn make-up op. Maar nu ga ik toch niet echt ergens naartoe. Dus ik dacht, ik kan net zo goed zonder make-up. En waar is de Tosti? En Jess is Tosti's voor mij aan het maken. Yeah. Zo lief, lekker Tosti. Met pesto en kaas en tomatels. Oh ja. Yeah. Lekker. Meer Tosti. Yeah. Hoi. We zijn nu bezig met eten. We gaan pizza maken. En we zijn ook bezig met de bereiding. We leggen dat allemaal dingen op. Hier. En ik ben tomaat aan het snijden. Maar wat heel apart is. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik ging gewoon een tomaat snijden. En hier zie je het als het goed is een beetje dit zwarte puntje. Maar kijk. Hier. Zit dus een plantje die groeit gewoon in die tomaat. Kijk dan. De bovenkant is zeg maar het groen. En daaronder zit gewoon een wortel. En dit haal ik zo uit de tomaat. Ik zo bijzonder om te zien. Nooit gezien. En ik heb best wel vaak tomaat gegeten. Dus wat dat betreft vond ik het toch wel bijzonder. En verder trouwens. Waarschijnlijk hebben jullie het al gezien. Maar de video van zaterdag is helaas niet online gekomen. De vlog wel. Zul je denken, waarom de vlog wel en de normale video niet? Mijn laptop is zeg maar een soort van gecrashed. Die liep alleen maar vast, dus het ging gewoon niet. Dus ik heb de vlog op de laptop van mijn zusje geëdit. Met Windows Movie Maker. Dus dat is echt een heel basic programma. Vandaar de lelijke zwarte randen eromheen. Ja, voor een vlog is dat prima. Want die video's plak ik gewoon aan elkaar. Maar voor een zaterdag video, daar ben ik gewoon veel te perfectionistisch voor. En zeker met de leuke video die komt. Die dus verschoven is naar volgende week zaterdag om 4 uur. En die video is gewoon zo tof. Dat ik wil daar gewoon achtergrondmuziek onder. En perfect geknipt. Effecten eroverheen. Kleurcorrectie. Dus gaat het goed, man? Maar ik wil gewoon heel graag dat die gewoon perfect is. En dat kan ik alleen met Adobe Premiere Pro. Dus helaas wordt die dan naar volgende week verschoven. Mijn stiefvader is nu zo lief om bezig te zijn met mijn laptop. Dus hopelijk doet hij het binnenkort weer. En dan kan ik gewoon weer normale vlogs maken met intro. Dus ja, lang verhaal. Ik ga nu even verder met koken.
En tot zo. En toen was het tijd voor pizza. Ik ben blij. Ja. 4 maart. Ik zit er ondertussen af te kijken. Geef een callcenter? Ja. Ja, mijn avi rijdt dan niet vergelijkt met Erwin. Nee joh. Dat is een concentratie. Mama buigt altijd de oortjes om van de katten. Altijd. Altijd. Het doet geen pijn hoor. Roeteradar. Zit even met een supersnelle Mama heeft 2 katten nu bij haar en ik heb helemaal geen katten. Live advies van medeweggebruikers. Thuis ook niet. Sneller en veiliger door het verkeer. Nou, het is vandaag echt een lazy day. We gaan nu lekker op de bank zitten en lekker The Voice terugkijken. En mama heeft Panty op schoot. Panty. En de hond gaat er altijd bij zitten. Suri. Jess zit hier. Een tv. En ik heb lekker chocomelk gekregen met slagroom. Kijk. En het is mijn beker, want er staat tweelingen op en mijn sterrenbeeld is tweeling. Laat even in de reacties achter wat voor sterrenbeeld jullie zijn. Ben ik wel benieuwd naar. En ik heb lekker chocomelk met slagroom. En dan ga ik lekker opdrinken. Doei. Nou, inmiddels zijn we gestopt met het film-tv-hang-bankhang-avondje. Het is nu 1:30 en ik moet nog lekker een vlog bewerken. Ja. En hier liggen de katjes. Ah, Panty, ben je moe? Ben je moe, Panty? En hier ligt de Rupper. En ja, ik ben kapot. Dus ik denk dat ik hier bij de vlog ga afsluiten. Ja, ik hoop dat de vlog vandaag wel gewoon zonder zwarte randen is en met een intro. Ik heb Premiere Pro net weer gedownload op mijn computer. Mijn computer is als het goed is weer oké. Mijn laptop dan. Ik hoop dat het zo blijft. En ja, tot morgen en bedankt voor het kijken. Doei!